Recently, Noorderveld embraced the global goals and we chose to focus on two items, which are sustainability and accessibility. Accessibility is about global goal number 10, which is reducing inequality, and it has a link with the UN Convention on Disabilities, which says that we need inclusive societies. We do this by making our buildings, public space, but also events and information more accessible, removing barriers. But also, we create awareness with our people for the problems that people with a disability encounter in daily life. Because our people, they are the ones who can make an inclusive society. Ja, het verminderen van de ongelijkheid is eigenlijk een zaak van de hele samenleving. Al onze stappen zetten we samen met de ervaringsdeskundigen van Toegankelijk Noorderveld. En samen hebben we ook in 2019 de lokale inclusieagenda opgesteld. En daar werken we ook samen aan. En daarnaast zoeken we veel contact met ondernemers, met culturele instellingen en ook met andere organisaties. En een mooi voorbeeld is dat we in 2019 samen met Natuurmonumenten ook hebben gezorgd dat mensen die normaal niet op de uitkijktoren kunnen, toch konden genieten van het uitzicht over de onlanden, een heel mooi natuurgebied bij ons. Nou, daarnaast vinden we ook inclusief werkgeverschap heel belangrijk. En niet alleen binnen de gemeentelijke organisatie, maar ook bij bedrijven binnen de gemeente. Ja, kan iedereen eigenlijk meedoen op zijn eigen niveau. Ik ben voorzitter van Stichting Toegankelijkheid Noorderveld. Ons team bestaat uit mensen met een beperking en mensen die nauw betrokken zijn bij de doelgroepen. Wij zijn, zoals ze dat noemen, ervaringsdeskundigen en weten als geen ander waar we in het dagelijks leven tegenaan lopen en wat nodig is om deze drempels weg te nemen. Sinds onze oprichting hebben we een hele goede samenwerking opgebouwd met de gemeente Noorderveld. Een heel mooi voorbeeld is dat nieuwe busstation, daarin onze adviezen zijn meegenomen, waar we nu staan. Wij hebben adviezen gegeven over de toegankelijkheid van de halte, zodat iedereen, ongeacht zijn beperking, zoveel mogelijk zelfstandig mee kan reizen met het openbaar vervoer. Nou, wij zijn heel blij met het resultaat. Onze adviezen zijn ook meegenomen in het plan. En dit getuige van een hele goede samenwerking tussen Toegankelijk Noorderveld en de gemeente Noorderveld. We streven naar dat iedereen, ongeacht zijn beperking of chronische ziekte, zoveel mogelijk mee kan doen, volwaardig en op gelijke voet mee kan doen in de samenleving, om zo te komen tot een inclusieve samenleving. We zijn hier in het Molendamwad in Norg. Dat is een kleinschalig familiezwembad. We hebben een breed scala aan activiteiten, waaronder zwemlessen, recreatief zwemmen en allerlei aquasporten. Een aantal jaren geleden is onze kleedaccommodatie helemaal geschikt gemaakt voor minder valide. Je kunt via een tillift kun je het omkleden begeleiden. En ook ons zwembad is ook helemaal ingericht voor minder valide zwemmers. Zo kunnen zwemmers bijvoorbeeld met een luie trap het water in en uit klimmen. Maar we hebben ook een tillift waarmee rolstoelgebruikers in en uit het zwembad getild kunnen worden. Diverse zwemmers, met name voor specifieke doelgroepen, therapiezwemmen en dat soort groepen, maar ook echt recreatieve zwemmers die met hun familie willen komen zwemmen, die kunnen daar heel goed gebruik van maken. We willen graag dat iedereen welkom is in het zwembad, dat iedereen mee kan doen. Zo ook zwemleskinderen. Zwemleskinderen uit een gezin waar wat minder geld is, die kunnen aanspraak maken op een regeling van de gemeente Noorderveld, zodat ze financieel ondersteund worden voor de zwemlessen. Well, inclusion is about much more than just removing physical barriers. Information, it's important that information is available for everyone, and that's why we've created a new website which is accessible also for people with visual impairments. And also voting, it's important that people can vote independently. That's why we've made all our voting stations accessible. And in our central voting stations, we have a template for people with a visual impairment so that they can vote without assistance.